slecht geslapen, kan ik me wel stellen. Omdat hij eigenlijk niet geslapen heeft. En ook eens kijken of hij tandpasta lekker vindt. Daar gaan we ook gelijk mee beginnen. Kent hij waarschijnlijk niet. Momenteel ben ik mijn boterhammetje in de kamer van Ila aan het eten. Zoals je ziet vind ik dat helemaal niet vervelend. Nee. Juni en Monke zijn buiten. Dus in theorie zou hij ze kunnen zien. Maar hij schijnt het. En er gaan we nog één te vinden. Daar is Wonka. Wonka en Eli hebben elkaar net gezien. Dat was niet de bedoeling, maar ja, die dingen hou je echt niet volledig tegen. Eli reageerde heel erg enthousiast. Wonka niet. Dat hadden we ook verwacht hoor. Wonka heeft gewoon veel meer tijd nodig. Juni en Wonka hebben gisteren voor deze deur gelegen, muisstil. Later heeft Juni ook geroepen naar Eli. Ja, ik weet het. Nou, wat je net zag was Eli die aan het plas was. Heel duidelijk zien dat de houding anders is dan normaal. En het feit dat hij mouwt nadat hij klaar is, betekent gewoon dat hij pijn heeft. Heel fijn om te zien. Hey. Ik heb hem ongeveer de burgerlijnen, denk ik. Ze hebben medicijnen gegeven. En ik heb hem nog helemaal niet zien liggen sinds gisteren. Dus ik vind dit heel fijn. Hey Eli. Die Wonka zitten beneden in de woonkamer opgesloten. Vannacht hebben we echt letterlijk geen oog dicht gedaan. Ik ben zo moe. Het geeft niet, dit is voor een goed doel. Maar het zou wel fijn zijn als we vandaag gewoon konden slapen. Dus ik ga de deur open doen. Kijk, hij loopt er ook al zelf naartoe. Slaapkamer wil, dan moet hij de trap af. Ah, hij krijgt de tijd. Ja. Staart dus in de lucht. Dat is goed. Goed teken. Hij is aan het ruiken en aan het snuffelen. Dat is wat je wil. Als je kat dit nog niet doet, als je een hele bange en schuwe kat hebt, en hij is niet, hij gaat niet op onderzoek uit, dan is het gewoon nog niet de tijd. Dan moet hij langer wennen. En dan is het ook zeker niet de tijd om je kat voor te stellen aan andere katten. Veel mensen gebruiken tegenwoordig een bench. Is me opgevallen. Het idee erachter is dat de kat dan niet kan vluchten. En dat die veilig is. Maar het vluchten is heel nuttig voor een kat. Het is zeg maar een strategie om hele vervelende of stressvolle situaties uit de weg te gaan. Ik gaf een voorbeeld vandaag. Stel je hoort een inbreker beneden, 's nachts, midden in de nacht. Dan wil je ook de keuze hebben om te vluchten. Om te gaan kijken of die inbrekers met een knuppel te lijf gaan. Dan wil je ook niet in een bench geschopt worden en tussen die inbrekers gezet. Dat is eigenlijk een beetje wat je doet met zo'n bench. Je ontneemt ze alle controle.
Ze kunnen niet doen wat ze willen. Ze kunnen niet vluchten. Het is echt eigenlijk het tegenovergestelde van wat je wilt. Dus geen bench, alsjeblieft. Gewoon geduld, tijd. Ik denk dat als je ook niet gelijk verwacht dat je kat binnen een dag helemaal gewend is, dat het ook makkelijker gaat. Want ik had dit niet verwacht. Dat hij zo snel hier al klaar voor zou zijn. En je gaat zelf de trap af. Zie je, dus ik laat hem eigenlijk de het hele proces dirigeren. Samen met mijn andere katten. En als het aan Juni en Wonka lag, dan dan hadden ze al lang bij hem op de kamer gezeten. Maar dat doen we niet. Dat is wel een goed teken natuurlijk, maar dat doen we nog niet. Ik heb een kamer opengezet. Dat is de slaapkamer. En de douche staat ook open. Ik ben ook al de hele dag bezig geweest met geurtjes overbrengen tussen Eli en Juni en Monka. Door ze te aaien, vooral bij de kop. Dan bij de ander, zeg maar, over de vachten te wrijven. En ik laat ze ook regelmatig ruiken aan mijn handen, want ze zijn erg gericht op geur. En je ziet, die staart blijft gewoon in de lucht, terwijl die aan het ontdekken is. Dus het gaat heel goed. Slaapkamer aan. Dat is natuurlijk een grotere kamer. Alle kassen zijn dicht. Oh, op één na zie je. Eenvoudige kamer recht toe recht aan. Waar die niet zo heel veel mee kan. Of mee hoeft.